Hallo allemaal. Goedemorgen. Het is zondag 10 mei 2020 en dit is dag 56 van de zombie apocalypse. En dag 56 betekent tevens de 8e week alweer van de zombie apocalypse. Mijn naam is Vidioot en ik ben een diehard fan, een echte fanboy van deze mevrouw, burgemeester Femke Halsema. De allerbeste en allerleukste burgemeester in de hele wijde wereld. Of all time. Ik vind haar gewoon geweldig. Leuke foto. Vreselijk leuke foto. Die is nieuw. Deze kende ik nog niet. Hele leuke foto. Waar is dit van? Drugsgebruik verloedert Amsterdam. Dit komt uit de Stentor. Ik ben het wel met haar eens. Drugsgebruik verloedert Amsterdam. Hangt vanaf welk drugsgebruik. Ja, je balkon en jointjes zitten roken. Daar heb ik geen last van. En burgemeester Halsema vindt dat ook prima. Lieve mensen, we duiken erin. Want het is weer een hele spannende coronaweek geweest. Weer een hele week in lockdown. Ik moet eerlijk zeggen, deze week, week 8 van de zombie apocalypse, vond ik tot nu toe de leukste week. Onze lockdown verloopt echt helemaal fantastisch. Ik voel me geweldig goed. Ik slaap hartstikke goed. Ik eet goed. Ik ben al quality time aan het doorbrengen met mijn dochter, die ik normaal amper zie. Ik heb er eentje van 15 bijna. En zij heeft er twee van dezelfde leeftijd. En ja, dat soort kinderen die zijn de hort op of bezig met hun telefoon. Maar nu kun je allemaal leuke dingen met elkaar doen. Of veel meer leuke dingen met elkaar doen. We hebben geweldige tijd. Een beetje dubbele aan dit verhaal. Ik ga hiermee door. Dag 56. Ik ga er 100 dagen van maken. 100 dagen zelfisolatie. Dat is ergens tot september. Als het nieuwe schooljaar begint. En de herfst begint. Dan gaan we allemaal snotteren en niezen. Raakt iedereen in paniek, gaat alles weer op slot. Wedden? Ik hoop het niet, zeg. Oké, het coronanieuws van afgelopen week. Lieve mensen, dit ziet er niet goed uit. Dit is de RIVM. We zitten nu aan 42.000 mensen die positief zijn getest, maar we testen heel weinig. 11.000 ziekenhuisopnames en er zijn nu 5.422 een Nederlander dood. Ja, er komt geen einde aan. De positieve testen gaan gewoon door. Het zijn er toch nog steeds een paar honderd per dag. Gaan toch nog tientallen mensen naar het ziekenhuis per dag. En er overlijden gewoon nog steeds vreselijk veel mensen per dag. Het is een absolute ramp, is het. Het is een absolute ramp. En dan kampen we ook nog eens, want dit is een getal wat eigenlijk helemaal niet klopt. We kampen ook nog eens met het zogenaamde oversterfte. En dat zijn meer mensen zijn aan het overlijden dan er gemiddeld in Nederland overlijden. En die mensen worden allemaal niet getest. En daar zit een x-aantal verborgen COVID-doden tussen, verborgen coronadoden. Dus dit getal is vele malen hoger. Als jij overlijdt thuis, en je bent oud of je was al ziek en je overlijdt, weet je, je doet een waardig einde en je doet dat thuis met je familie. Dan word je niet getest op corona. Klaar, zo werkt dat gewoon. En er zullen ook mensen zijn die zeggen, nou, ik wil euthanasie, want ik ben nu zo ziek, et cetera. Dan word je ook niet getest op corona. Dus dit getal is helaas nog hoger. Het is afschuwelijk. Het is echt afschuwelijk. Dit is de situatie wereldwijd. Ga er maar voor zitten. Het is om te janken. Echt 10 dagen geleden of zo. Misschien minder zelfs. Zaten we op, wauw, 200.000 doden wereldwijd. Even kijken waar je nu zit. Er gaan nog steeds 6.000, 7.000 mensen dood per dag wereldwijd. 6.000, 7.000 doden per dag
wereldwijd. En er komen er wereldwijd ja, zo'n 100.000, 120.000 nieuwe besmettingen bij per dag. En in Amerika gaat het het allerslechtste van alle landen waar dit afschuwelijke virus rondwoekert. In Amerika gaat het zo afschuwelijk slecht. Moet je even kijken. Ja, komt die aan. 1,3 miljoen mensen besmet. En dit is niet normaal meer. Dit gaat maar door, dit gaat maar door. Er gaan 2.000, 3.000 mensen per dag dood daar. En ondertussen is iedereen aan het gillen over het opengooien van de economie. En er komen daar waanzinnig veel besmettingen per dag bij. Maar ja, ze testen heel veel. Veel meer dan hier in Nederland. Dus ja, dan is het ook wel logisch dat je meer besmettingen krijgt. Maar het ziet er gewoon allemaal beslist niet goed uit. Grafiek ligt er niet om. Het is om te huilen. Die gaan over de 100.000 heen straks. Dat is niet best. Ik ben een beetje gestopt, mevrouw de burgemeester. Let u op. Leuke foto. Ik ben een beetje gestopt met al dat deprimerende coronanieuws lezen. En ik ben een beetje gestopt met lezen over hoe we, wat er nu wel en niet open gaat. En wat er allemaal gaat gebeuren in het openbaar vervoer. En het interesseert mij in dit stadium domweg helemaal niets meer. Want ik ga niet in een volle... Ik vind volle trams... Vind ik afschuwelijk. Ik kan heel slecht tegen de drukte van Amsterdam. Komt ook een beetje door mijn leeftijd. Ik ben ongeveer dezelfde leeftijd als burgemeester Halsema. Laten we zeggen rondom de 50. En ja, Amsterdam is een stad voor jonge, hippe mensen. En ik kon altijd al slecht tegen al die drukte. Ik ben gewoon niet zo'n gezelligheidsdier. En ik vind het niet leuk om laat op te zijn. Ik ga graag vroeg naar bed en naarmate ik ouder word, zijn die karaktertrekken eigenlijk alleen maar versterkt. Dus ik vond de tram al waardeloos. Echt helemaal waardeloos. Helemaal in de spits. Of op drukke zonnige dagen, weet je, deze periode van mei tot september 2020 zou Amsterdam normaal gesproken, weet ik van 7, 8 miljoen toeristen moeten verwerken. Die zijn er gelukkig niet. En ik hoop ook dat ze wegblijven. Maar ja, waar ik woon, daar hebben we geen toeristen. Waar ik woon, in Amsterdam-Nieuw-West, hier is het gewoon druk door onszelf. Het is hier gewoon altijd druk, omdat hier heel veel mensen wonen met heel veel kinderen. Dus het openbaar vervoer in Amsterdam-Nieuw-West, dat is gewoon shit. Het is gewoon altijd bom en bomvol. Dus ik reis zo min mogelijk met het openbaar vervoer. En als ik het deed, ja, dan koos ik een tijdstip en een route waar ik niet door de stad heen moet of andere domme dingen tegenkom. En zo min mogelijk reizigers tegenkom. Dus 's morgens heel vroeg, weet je, meteen de eerste pakken of zo. Of juist na 11 pas. Maar in een tram zitten met een mondkapje op en plastic handschoenen aan. Tussen allemaal dwazen die geen afstand gaan houden. En daar ook nog eens grof geld voor betalen. Want zo goedkoop is dat openbaar vervoer niet. Het spijt me, mevrouw de burgemeester, maar daar begin ik niet aan. Sterker nog, ik vind dat de prijzen van het openbaar vervoer dan drastisch naar beneden moeten. Als ik onder dat soort barre omstandigheden moet reizen. Ik denk dat ik PTSS zou krijgen. Ik zou me gestrest worden. Ik doe nu alleen mijn boodschappen met een mondkapje. En ik ben blij als ik die winkel uit ben. Dan kan dat mondkapje af. Dan kan ik weer normaal ademen. Ik vind het echt helemaal niks. En thuis schrobben. En handen wassen. En ben ik blij dat ik dat gehad heb. Als ik die hond uitlaat. Dan heb ik geen masker nodig. Niks niet. Ik kom bijna niemand tegen. Dan de stad in. Nou, ik zal heel eerlijk zijn met u, mevrouw de burgemeester. In de periode waar we nu in zitten, zeg maar vanaf Koningsdag tot en met eind augustus, ga ik sowieso de stad niet in. Want dan is het daar bomvol.
En het is daar pleuris zo duur. Dus alsjeblieft niet. En de zwembaden dan. Nee, ik kan niet echt tegen chloor. En die zwembaden, die zitten bom en bom vol. En die zijn hartstikke goor. Iedereen pist in dat water en nee, dat is niks voor mij. En het strand dan. Het strand is bom en bom vol. Ik ga daar niet heen, niet deze periode. De hond uitlaten van de herfst of van de winter. Dat vind ik weer wel leuk aan het strand. Maar we zijn nog lang niet bij de herfst. En we zijn nog lang niet bij de winter. Dus wat er allemaal open gaat. Ik las dat terrassen open gingen. Ik weet het niet, weet je. Ik bedoel, we zitten midden in de allergrootste economische crisis ooit. Ik voel gewoon weinig, tot helemaal geen enkele behoefte om 4 euro te gaan betalen voor bier in een plastic bekertje. Wat ik waarschijnlijk zelf moet tappen of zo, omdat ik geen contact mag hebben met iemand. Op een of ander groot massaterras. Helemaal niet. Echt, maar die behoefte heb ik helemaal niet. En dan zou ik ook nog eens, om dat voor elkaar te krijgen, want stel je even voor, ik wil dat wel. Ik zou dan ook nog eens in dat pleurisdrukke OV naar de andere kant van Amsterdam moeten. Met een mondkapje op en handschoenen aan. De lol is er dan een beetje vanaf. Dus thanks. But no thanks. Ik ga gewoon lekker verder met zelfisolatie. Dan weet ik zeker dat ik niet ziek word. En geen van mijn familieleden ziek wordt. En ik moet zeggen, ik vind de zelfisolatie wel erg rustgevend. Ik vind het heerlijk. Ja. Dus ik ben een beetje gestopt met het lezen van dat uiterst deprimerende coronanieuws. Ik ben lekker aan het schoonmaken. Ik ben lekker aan het wandelen met mijn hond. Ik ben aan het mediteren op mijn yoga-mat. Ik ben aan het hangen en maffe shit aan het doen met mijn kind. Ik heb het vreselijk naar mijn zin. En dat coronanieuws. Ja, bedoel, weet je. Kijk nou toch eens, lieve mensen. En kijk nou toch eens. Daar word je toch ook depressief van op een gegeven moment. En ik heb besloten om mij dus op de positieve kanten hiervan te richten. Hey, die toeristen zijn weg. De snelwegen zitten niet zo vol. Niemand in onze omgeving is ziek. Ik heb heel veel vrije tijd. Het is prachtig weer. En ik kan allemaal leuke dingen doen met die puber. Wat je normaal kunt vergeten natuurlijk. Dus nee, ik vind het wel waar. Ik ga proberen de zelfisolatie door te zetten tot september. En dan kijk ik wel een keertje. Want ik ga niet proefkonijn spelen voor die apen in Den Haag. Ik vind namelijk dat die apen in Den Haag er een absolute glorieuze bende van hebben gemaakt. Dus ja, we weten wat we aan het doen zijn. We gooien de boel deels open. We gaan maatregelen versoepelen. Eerst zien, dan geloven. En ik wil zien wat daar de effecten van zijn. Ik wil wel zien wat er gebeurt als die trams straks weer vol zitten. Mensen inderdaad op terrassen. Mensen gaan daten en sporten. Ik wil wel eens zien of je dan allemaal nieuwe besmettingen krijgt. En ik wil zien wat er gebeurt van de herfst. Als het begint te regenen hier in Amsterdam en iedereen loopt te niezen, te snotteren en te hoesten. Ik wil wel eens kijken wat er dan gebeurt. Dat lijkt mij verstandiger, mevrouw de burgemeester. Die terrassen, die doen mij niet zoveel. Nou, ik zei het al een beetje, Amerika krijgt de hardste klappen. En het is een afgang. Het is een afgang voor het land natuurlijk. Want in Amerika zegt iedere politicus en zijn gekke broertje: We have the best healthcare system in the world. En wij hebben de beste professionals. En wij hebben de beste ziekenhuizen. En wij hebben de beste apparatuur. En dat blijkt dus heel duidelijk niet zo te zijn. En waarom zijn er nou zo afschuwelijk veel mensen besmet in Amerika? En waarom zijn er daar zo afschuwelijk veel mensen aan het overlijden? Nou, het komt natuurlijk ten eerste door. Obama zegt het hier vrij correct. Hè? Trump, dat is een chaotische zooi. Dat klopt. Trump is heel erg chaotisch. En Trump die heeft nog nooit wat dan ook moeten handelen of regelen. Het is een hele verwende manier. Die heeft overal mensen voor en die wijst en die brult wat. Crisismanagement is echt andere koek. Dan moet je heel prettig en heel structureel en vruchtbaar met andere mensen samenwerken.
virologen, mensen van de handhaving, medische specialisten, ziekenhuizen. En Amerika is een beetje groter dan Nederland. En Donald Trump is... je wil deze gek niet aan het stuur. Als het stormt en heel hard regent en glad is op de weg. Ja, dan wil je niet Donald Trump aan het stuur. Want dat gaat helemaal mis. En hij is ook nog eens in de 70. Ik vind Trump absoluut afschuwelijk. En ja, god, hij maakt er een bende van. En als het een bende is aan de top... dan dondert die ellende naar beneden. Daarnaast, Amerika heeft een relatief ongezonde populatie. Dat bedoel ik niet negatief, maar het is nou even zo. Er is allerlei onderzoek naar gedaan. In Amerika tref je meer diabetes. En je treft meer obesity, zwaarlijvigheid, obesitas. Meer dan in bijvoorbeeld een land als Nederland. Waarom is dat? Omdat Amerikanen heel ongezond eten. Grote bekers cola, chips, hamburgers en noem het allemaal op. Heel veel junkfood. En het voedsel wat zij in de supermarkt halen, weet je, hun vlees en hun... Dat is allemaal bewerkt en genetisch gemodificeerd. En het is ook allemaal vette, suikerige troep waar allerlei rotzooi in zit. Het is echt een stuk slechter dan in Europa. En een stuk slechter dan in Nederland. In Nederland heb je natuurlijk ook mensen die overgewicht hebben. Maar in Amerika procentueel gewoon veel meer. En datzelfde geldt dus voor diabetes. Vanwege alle suikerrotzooi die mensen erin gooien. Dus ja, weet je, een chaotische leidinggevende met een chaotische regering eromheen. Dan heel veel strijd tussen links en rechts, tussen de democraten en de republikeinen. Waardeloze healthcare, weet je. In Amerika heb je twee soorten healthcare. Je hebt healthcare for the rich. En als jij arm bent, ja, dan wordt het een heel complex verhaal. Nou, want je moet overal voorbij betalen. Healthcare kost daar duizenden dollars. Het is absoluut krankzinnig. Insuline kost daar een krankzinnig bedrag. Dus in Amerika krijgen ze de meeste klappen vanwege chaos aan de top. Slechte healthcare. Relatief ongezonde populatie. En de reden waarom het zo afschuwelijk mis aan het gaan is in New York... is omdat iedereen dan nog veel dichter op elkaar zit dan hier in Amsterdam. Ik heb dat trouwens in een andere video uitgelegd, mevrouw de burgemeester. Wij Amsterdammers moeten hartstikke blij zijn dat dit uitbrak na carnaval in Brabant. Ja, onze overheid leek het een goed idee om carnaval door te laten gaan. En kijk toch eens wat voor fantastische effecten dat heeft gehad. Onze hele economie gesloopt en... tienduizenden en tienduizenden slachtoffers. Daar moeten wij heel blij mee zijn. Want betrekkelijk weinig Amsterdammers gingen naar Brabant om carnaval te vieren. Want dat is iets voor die boeren. Dat doen wij niet. Laat die boeren dat maar lekker doen. De eerste besmetting in Amsterdam, die mevrouw in Diemen, die kwam dan ook uit Brabant. Daar was zij geweest. En toen zei onze burgemeester nog, niks aan de hand, alles blijft open. En een paar weken later was alles helemaal dicht. En was de hele economie van Amsterdam gesloopt. En stonden alle hotels op het punt van failliet gaan. En alle cafés en restaurants maken het waardeloos slecht. Ik denk dat het boel meteen bij die eerste... Had het toen met uitgemaakt bij de eerste besmetting de deur op slot gooien? Ik denk het wel. Ik denk dat hij de ringweg dicht had moeten gooien. Ze zeggen niemand komt Amsterdam meer in. Niemand gaat Amsterdam meer uit. En dan geef je iedereen 24 uur om toch nog om te smeren naar familie. En dan Amsterdam op slot. Ik weet alleen niet of zij dat mag als burgemeester. Maar goed. Als het uitbreekt in een dichtbevolkte stad als Amsterdam. En het is een grote uitbraak. Zeg even het formaat van Brabant. Weet je, het zou uitbreken op Koningsdag bijvoorbeeld. Dan zijn we in deze stad de lul. De ziekenhuizen zitten meteen vol. En dan krijg je Italiaanse toestanden. Dus ik ben heel nieuwsgierig wat er gaat gebeuren nu ze de boel gaan opengooien in Amsterdam. Maar je zult zien dat er allemaal gekken zijn. Die kunnen daar niet tegen. Die zijn niet zoals ik. Die willen niet binnen zitten. Die vinden dat niet leuk. Die willen naar buiten gezien worden. En hip en trendy winkelen en geld uitgeven. Noem maar op. En feesten en zuipen.
weet ik niet wat ze nog meer willen. En die zullen daarheen gaan. Die zullen inderdaad naar die terrassen gaan. En trams vol en nachtbussen weer vol, et cetera. Ik ben heel nieuwsgierig wat er dan gaat gebeuren. Want als het hier goed uitbreekt, nou, ik hou mijn hart vast. En, dan wordt dit soort, dan wordt dit gewoon heel eng, zeg maar. Amerikaanse chaos. En toen kwam ik dit tegen. Ja. Elon Musk dreigt hoofdkantoor Tesla te verhuizen vanwege lockdown. Wat? Voor de mensen die niet weten wie Elon Musk is. Elon Musk is een miljardair. Hij is ongeveer 40,6 miljard dollar waard. Zoveel geld heeft hij. En hij vindt die coronamaatregelen maar niks. Hij vindt dat de lockdown is erger dan het virus. Dus de cure is worse than the disease. En hij zegt, ik ga mijn hoofdkantoor verhuizen uit Californië. En hij noemt... In een tweet haalt Musk zaterdag uit naar de ongekozen en onwetende gezondheidsfunctionarissen van Alameda County, de regio in Californië waar de Tesla-fabriek staat. Tesla spant meteen een rechtszaak aan tegen Alameda County, twitterde Musk. Volgens hem zijn de maatregelen tegengesteld aan die van de gouverneur, de president, onze constitutionele vrijheden en gewoon gezond verstand. Elon Musk gaf deze week, de achtste week van de zombie-apocalypse, gaf hij een interview. Hij was de gast bij de podcast van Joe Rogan. En dat leek mij interessant. Dus ik heb dat hele interview zitten kijken. En daar is hij inderdaad aan het klagen, Elon Musk. Ja, er kunnen best veel meer dingen open. Weet je wel, alles dicht houden. En hij was aan het piepen over de cijfer. Hij was aan het zeggen van, ja, er wordt opgeschreven dat het een coronadode is. Maar het is gewoon helemaal niet zo. Iedereen met corona-verschijnselen wordt nu gemerkt als corona. Dus het is allemaal gewoon... En weet je, het mortality rate ligt veel lager. En het valt allemaal wel mee. Dat was wat hij aan het zeggen was. Want hij wil geld verdienen. Hij wil nog rijker worden. 40 miljard is niet genoeg. Hij wil meer. De gouverneur van Californië, Gavin Newsom, zei donderdag dat fabrieken weer langzaam open mochten en Musk liet die dag meteen aan zijn werknemers weten dat de fabriek in Fremont de volgende dag weer gedeeltelijk op te starten. Het bestuur van Alameda County heeft echter besloten om tot eind mei alleen essentiële bedrijven te heropenen en Tesla behoort daar niet toe, al dus een woordvoerder. Dus hij zou 20 extra dagen moeten wachten. Maar dit is iets wat bedrijven wel vaker doen. Als jij mij mijn zin niet geeft, dan verhuis ik mijn fabriek naar een plaats waar ik mijn zin wel krijg. Zo simpel is dat gewoon. En dat afpersingsmiddel, dat gebruiken grote bedrijven al heel lang. En op die manier krijgen ze kortingen op belasting, kortingen op weet ik veel wat allemaal. En je zult zien dat dit hem gaat lukken. Hij mag straks 10 dagen eerder open, omdat ze gewoon bang van hem zijn. Het is echt pure intimidatie. In een vervolgtweet zegt hij, ik ga van Palo Alto naar Texas of Nevada. Over het algemeen zijn dit soort bedreigingen anders. En wordt er gezegd, ik ga naar het buitenland. Waar arbeid geen ruk kost. Daar werken mensen voor een verse appel per dag. Maar goed, hij gaat dan naar Texas of Nevada. Eerlijk gezegd is dit de druppel, schrijft hij. Als we al actief blijven in Fremont, dan zal dat afhangen van hoe Tesla in de toekomst wordt behandeld. Musk voegde eraan toe dat Tesla de enige overgebleven autofabrikant in Californië is. Elon Musk is een fervent tegenstander van de coronamaatregelen. Eind april noemde hij de lockdown, waardoor de fabriek dicht moest blijven. Een serieus risico voor het bedrijf. Ja, dat klopt natuurlijk. Elon Musk heeft geld nodig. Dat bedrijf heeft geen enkele reserves en draait allemaal op lenen inderdaad. Niet kwaad bedoeld. Maar omdat Elon Musk de auto-industrie is, heeft die vreselijk vriendelijke meneer Donald Trump honderden miljarden beschikbaar gemaakt voor de auto-industrie. Dus hij moet niet zo piepen, want zijn bedrijf gaat miljarden krijgen als ze dit niet al gehad hebben. Als ze die niet al gehad hebben en ze gaan nog meer miljarden krijgen. Want alles gaat naar de banken en de grote bedrijven. Weet je?
En voor de mensen in Californië die die baan nodig hebben, is dit natuurlijk geen feest. Maar ja, voor de mensen in Nevada en Texas is het misschien weer wel een feest. Ook liet hij zich in het algemeen kritisch uit over lockdowns. Zeggen dat mensen hun huis niet mogen verlaten en dat gearresteerd worden als ze dat wel doen, is fascistisch. Dit is niet democratisch, dit is geen vrijheid. Geef mensen verdomme hun vrijheid terug. En dat is dan de vrijheid om te werken voor Elon Musk voor zoveel dollar per uur. Zodat hij, weet je, nog meer geld kan verdienen. Dat is een beetje het idee. Er zijn toch wel aardig wat mensen overleden in Californië. In totaal 2684. En zaterdag overleden er 92 mensen. Dus dat is wel aardig wat. En Californië is een grote staat, wonen heel veel mensen. En hier 71 mensen in Alameda County. En er werken daar 20.000 mensen. Die mensen zullen nu allemaal doodsbang zijn. Oh god, ik raak ook nog mijn baan kwijt. Ik dacht dat ik die nog had. Als hij niet al een hele hoop mensen ontslagen heeft. Hè? Want in Amerika kun je iedereen ontslaan wanneer men wil. Je kan daar iemand ontslaan als hij de verkeerde veters in zijn schoenen heeft. Of als je zijn bril niet leuk vindt. Of zijn lunchtrommel je niet aanstaat. Dus ja, ik vind Elon Musk een absolute walgelijke kwal. En ik denk dat het op dit moment niet de bedoeling is om Alameda County onder druk te gaan zetten, zodat jij meer poen kunt verdienen. Want je hebt net miljarden van de overheid gehad. Hij is niet helemaal goed bij zijn hoofd. En kijk hoe je land eruit ziet, man. Er is echt wel iets heel goed mis daar. En ga me nou niet vertellen dat deze aantallen kloppen. Want er gaan talloze en talloze mensen in Amerika dood in hun huis. En die worden niet getest. Dus dit getal is veel en veel en veel hoger. Het is bedroevend nieuws. Het is bedroevend nieuws weer. Ja, de truc is, mevrouw de burgemeester, als je zo'n lockdown en zo'n zelfisolatie succesvol wil doen met je gezin, dan is het zaak om vooral kalm te blijven. Gewoon relaxed te blijven. Niet paniek. En gewoon leuke dingen te gaan doen. En proberen ervan te genieten. Ja toch? Quality time met je gezin is verreweg het allerleukste wat er is. En misschien zelfs wel het allerbelangrijkste wat er is. Dus niet panieken. Gewoon rustig blijven. En proberen leuke dingen in en rondom je huis te doen. En die zullen beperkt zijn. Maar ja god, dan nemen we genoegen met minder. En wat je vooral niet moet doen, is de hele godganse dag door dit soort deprimerend nieuws bekijken. Dat moet je niet doen. Daar moet je gewoon van weg blijven. Dus ik doe het één keer per, weet ik niet, zoveel dagen, 's morgens. Dan doe ik er hier leuk verslag van. En daarna zet ik het uit. Het is gewoon de ver van mijn bed show. Ik hoef niet naar een zwembad. Ik heb geen zin in het OV. Ik heb geen zin in een terras. Ik wil niet naar een restaurant. Ik wil gewoon lekker rondom mijn huis hangen. Beetje op mijn balkon zitten. En vooral dat iedereen in mijn familie en iedereen in mijn omgeving gezond blijft. Dat is wat ik wil. En de beste manier om dat te doen is inderdaad genoegen nemen met minder. En je een beetje in te schikken. En niet te gaan lopen gillen zoals een Elon Musk over wat jij allemaal wil en wat jij allemaal eist. Vervelende fucking kwal die je bent. Er zijn mensen die hebben het erger dan Elon Musk, denk ik. En er zijn ook mensen die hebben het veel erger dan video. Maar voor ons, die lockdown is het is gewoon normaal nu geworden. Het is gewoon de new normal. En het bevalt eigenlijk wel heel goed. Minder druk op straat, minder lawaai. Ik ben dankzij het goede weer in die hond zelfs meer buiten de laatste paar maanden dan ik normaal zou doen. Ik zit normaal wel langer binnen dan dit. En bij slecht weer, of als het hard regent, zit ik hele dagen achter elkaar binnen. Waar ik helemaal geen mens tegenkom. Dus ik vind het echt allemaal niet zo erg. Er is wel alles te doen. Ik verveel me geen seconde meer. Dus ik ga met volle teugen genieten. Op naar de 100. Dit was dag 56. Ik zeg op naar de 100. Ik doe dat op mijn sokken. Sterker nog, ik heb er zin in.
Nou, lieve mensen, dat was hem weer. Ik wens jullie allemaal heel veel sterkte en succes. Blijf zo ver mogelijk binnen. Ga er niet hangen op een terras. Wat heb je daar in godsnaam te zoeken? En naar mijn bescheiden mening, ik ga het OV niet in. Maar als je dat risico wil nemen, more power to you. Maar ik doe dat dus even niet. Houd afstand van elkaar en blijf allemaal gezond. En tot de volgende keer.